Ja, deze was van de voordeur, weet ik nog. Ik ben Herman Rieken en ik ben sinds 2002 soloslagwerker in het Concertgebouworkest. Ik heb gestudeerd op het conservatorium in Amsterdam bij de vorige lichting slagwerkers en paukenisten van het orkest. En als je bij hun studeert, dan loop je wel een grote kans dat je af en toe een keertje mee mag spelen met het orkest als ze meer slagwerkers nodig hebben dan ze in vaste dienst hebben. En dat gebeurde bij mij voor het eerst al heel snel toen ik 20 was. Dat was in 1981 al. Nou ja, en dat gaat dan zo dat je één keertje mee mag doen en dan vragen ze je nog een keertje terug. En dat werd meer en meer en meer en meer en meer en meer en meer. Maar het probleem van dit orkest is dat mensen nooit weggaan. Dus van 81 tot 2002 was ik ramplaçant. Nou, dus toen speelde ik al heel veel in het orkest. En toen eindelijk in 2002, toen gingen er twee slagwerkers met pensioen. En toen mocht ik aanschuiven aan de vaste ledentafel, zal ik maar zeggen. En dat was natuurlijk fantastisch. Dat is iets waar ik altijd van gedroomd heb. Ik speel al slagwerk sinds ik 5 jaar oud was. En hoe is dat nou begonnen? Mijn tante leidde een drumband. Hier sta ik. Dit is een neef van me. Weet je, vroeger, als ik daar naartoe ging, naar die drumband, dan had ik natuurlijk een tasje met mijn stokken erin en een muziekboekje of zoiets dergelijks. Haalde ik mijn stokken er altijd uit. Want liep ik daar naartoe en wou ik dat de mensen die mij zagen lopen, dat ze wisten dat ik ging trommelen. Dat doe ik niet meer, maar als ik nu naar het Concertgebouw fiets, dan denk ik daar nog wel eens aan terug, laat ik het zo maar zeggen. Dat ik nog steeds eigenlijk wil dat ze zien, oh ja, dat is van het Concertgebouw. Tja. Enzovoort. Dus dat kan je thuis wel doen. Daar hebben zelfs mijn huisgenoten geen last van, denk ik. En als ik serieus iets moet oefenen, dus op een bepaald instrument of een bepaalde setup van instrumenten, dan ga ik naar het Concertgebouw. Nou, hier voor mij liggen een aantal slagwerkinstrumenten die niet zo alledaags zijn. Dus geen trommel, geen bekkens, maar een beetje meer de bijzondere instrumentjes. Dit is niet te koop. Dus wat ik dan gedaan heb, is dat ik ergens een zak stenen op de kop getikt heb. Gaatjes ingeboord heb. Touwtje erdoor, ophangen aan een plankje. En dan heb je het instrument wat de componist voorschrijft. En om dan nog maar een heel gek voorbeeld te noemen, dat zijn de botten. Dat is de overleden paukenist van ons orkest. Nee, dat is natuurlijk onzin. Hiervoor ben ik bij de slager geweest. Dit was ooit een koe. En daar moesten we gewoon met stokken op spelen. Maar ik heb ontdekt dat je ook prima Zuid-Amerikaanse muziek daarop kan spelen. Slagwerk spelen in een bandje of in een orkest of waar dan ook, is natuurlijk ritme, is aan de ene kant een basis, zeker als je een drummer bent in een band, dan ben je natuurlijk echt de ritmische motor van het geheel. Maar in een symfonie, zeker in een symfonieorkest, is het vaak zo dat je veel meer de hoogtepunten benadrukt in de muziek. De muziek werkt ergens naartoe, naar een hoogtepunt. En als het dan zover is, dan komt vaak die bekkenklap. Ik bedoel, dat hele orkest is dat werk voor jou.
Zo denk ik dan. En dan, als het zover is, dan ben jij aan de beurt. Vind ik ook altijd heel mooi om dat te mogen spelen. Als ik niet met het orkest bezig ben, ben ik de laatste tijd veel met yoga bezig. Ik ben nu 60. Dan is je lijf, denk ik, wordt steeds belangrijker om daar iets aan onderhoud te blijven doen. Maar het geval wil dat mijn partner yogalerares is. En sinds kort hebben wij zelfs in huis onze eigen yoga studio. Maar aan het eind is het altijd shavat. Fantastisch.